De Peugeot 205 heeft al heel wat harten veroverd. Dit is zusje. Mijn man en ik zijn er stapelgek op. 'S Avonds bij een kopje koffie komt ze lekker op je schoot zitten en spinnen zo helemaal tegen je aan. Het is een verrukkelijk dier. De kat is erg jong, dus goed voedsel is belangrijk voor haar. Ik heb diverse blikjes geprobeerd, maar ja, wat bij mij gebleken is dat ze toch wel erg gek op whiskas is. En eerlijk gezegd, ik ook, want als ik het opendraai, komt er een heerlijke geur vanaf. Je weet ook duidelijk of het vis, vlees of wild is. Ik eet lekker, de kat heeft er ook recht op om lekker te eten. Als het aan de kat lag, kocht ze whiskas. Waaraan denk je als je Hershey Cola drinkt? Lekker niet duur. Carla, heb jij mijn was gezien? Ja, hier. Binnengehaald met de mijne. En Erika, we hebben hetzelfde joggingpak. Mooi niet. Voel maar. De jouw is zachter. En veel frisser. En op mijn pak zit nog wat, maar bij jou niet. Simpel. Nieuwe Dash 3. Ah, met wasverzachter. Maar zo schoon. Ik zei toch, nieuwe Dash 3. Schoner kan niet. Daar koop ik het voor. Zo'n joggingpak. Maar krijgt jouw nieuwe Dash 3 ook zo'n chocoladeramp schoon? Tuurlijk. Erika, je hebt niets te veel gezegd over nieuwe Dash 3. De tafellaken. Schoner kan het niet. En alles heerlijk zacht en fris. En hoe houden we deze dan voortaan uit elkaar? Dat is waar. Toch ook voor mijn nieuwe Dash 3. Want schoner kan niet. En daar kopen we het voor. Duizend boeren uit het oosten van ons land leveren melk aan de zuivelcoöperatie Coberco. Daar is natuurlijk altijd wel een lastig heerschap bij. Iemand die op zijn eigen houtje de kwaliteit gaat controleren. Maar daar hebben we gelukkig geen enkel probleem mee. Want Coberco, dat is zuivel op zijn boerenbest. Deltaloid, voor alles waar je zuinig op bent. Je gezin bijvoorbeeld.